klein beetje in de knoei met de promotie van de domain controller, maar ik was iets heel doms vergeten. Als ik get Windows features en ik filter op Active Directory hier op vraag, dan had ik wel degelijk de ADDS geïnstalleerd. maar deze tools die waren niet geïnstalleerd. Kun je doen samen met de onderliggende features door de ersatads ADDS te installeren, heb ik hier gedaan. Ja, succes. En als ik nu ga kijken, heb ik gewoon die tools terug. Als ik dat nu eventjes ga bekijken. Dan heb ik gewoon correct informatie. Ik ga even bij de users. En wat zie ik dan? Dan zie ik die L-groep 01, die users, ook allemaal terugkomen. Ja. Als ik even ga kijken, dat is een lokale groep zoals je hier ziet. Lokaal, domain local security, members, die vier, member of users. Dat had ik gedaan voordat die domain controller was. Ja. De groep users, ja, hier members, authenticated users, domain users was logisch, maar ook die lokale user is, die lokale groep is eraan toegevoegd, dus dat is volledig overgenomen in het domein. Dus ik was gewoon die ersatz tools vergeten en alles is normaal. Eigenaardigheidje. Zoals voorspeld en zoals ondertussen wel geweten. Heb ik dus geen lokale users meer. Hier. Als ik hier nu terug als vanouds. Ik raas eerst eventjes die aduc. Maar dan de stopvraag van users. Get AD. Users. Dan vraagt hij altijd een filter. Ik wil ze allemaal. Dan geeft hij ze ook allemaal. Dan zie je ook user 4, 3, 2, 1 ertussen staan. Tussen anderen ook administrator. Ja. Altijd weer raar. Die auto-completion. Ook alle groepen krijgen een hele lijst en ergens ertussen staat de common name. Even kijken wat ik hem vind. Ik had ook kunnen een filter kunnen zetten. Hè. Dit is wel heel moeilijk zoeken. Veel te veel groepen in zo'n domein. Ik doe het nog eens opnieuw met een filter. Group. Sorry. Zo en zo. Is het hoofdletter? Dat lijkt me sterk. Ja, de mannen. Zeer eigenaardig, want hij moet wel degelijk die die groep geven, want die zit ertussen hier. Dus nee, deze niet natuurlijk. Ja, ik heb hem weggegaan in een aduc, een L-groep 01. Maar ik ga er maar even niet om bekommeren, hij staat ertussen. Maar wat wel eigenaardig is, dit hier. Get local user. En dan krijg ik die users ook. Ja. Alhoewel dat ze dus niet meer te zien zijn, zo gezegd, zijn ze ook nog min of meer geregistreerd als lokale user. En als ik dan een, wat was het, add,
ziet geen local user meer. Ja. Normalerwijze, ik ga eventjes bij de help. New local user. Dat is natuurlijk, ja, sorry. New local user. En ik geef die een eenvoudige naam, user05. En een paswoord. Toegevoegd. Get local users. Get AD user ster. En dan staat hij er ook bij. Ja. Hij is eraan toegevoegd. Ik heb hier absoluut. Ik heb zo gezegd een lokale user. Maar hij is er absoluut daar niet meer bij gekomen als ik bij een adduk ga kijken. Iets op. Is die user een domain user mee geworden? Gewoon. Dus dat lokale user begrip is eigenlijk weg bij deze machine. Ik kom er later op terug als we met een andere member van het domein bezig zijn. Voilà. Dus ik ga hier ook afsluiten. Het is een domeincontroller met DNS gezien en volledig geconfigureerd via PowerShell.